zitten. Ik heb een aantal maanden geluisterd en gekeken naar de persconferentie van Burger Boutersen. En het is verontrustend, beste vrienden, want Suriname wordt bedreigd, openlijk. Keihard en openlijk bedreigd. Ik kan het niet anders vertalen. Ik heb maar 10 keren geluisterd. Er zijn wapens weg. Dat wist u. Ze zijn nog niet terug. Dat wist u ook. En de onderwereld heeft zich georganiseerd. En wil wapens teruggeven aan de regering met een onderhandelaar. Dat laten we even buiten beschouwing, beste vrienden. Tijdens de persconferentie was het erf van Burger Bouta was gevuld met heel veel mensen die sympathie kwamen betuigen en heel veel anderen die hem kwamen beschermen. En onder die waren er militairen in actieve dienst, ex-militairen en die waren zoveel dat hij zegt, hij heeft zelf een inspectie moeten uitvoeren. Ziet dit voor u? Een oud-legerleider die inspectie van de troepen uitvoert op zijn terrein. Is er hier sprake van een privéleger? Beste vrienden, voor mensen die oren hebben en de juiste vertaling kunnen maken, Suriname wordt openlijk bedreigd. Wanneer de man zegt dat het wel eens raar zou kunnen lopen. Een eerdere uitspraak van hem was dat de toekomst van Suriname afhangt van de uitslag van de krijgsraad. De uitslag van de rechtszaak. Het vonnis zal dat bepalen. Dus Bouters is niet verschenen. Hij is niet verschenen op de laatste rechtszaak op 30 augustus. Hij zegt, hij was ziek. En ik zeg u, terecht, de man is ziek. Als je kijkt naar Bouters van nu en 5 jaar terug, dan zie je nu gewoon een zieke persoon. Walletjes van 1,5 centimeter dik onder zijn ogen. Vaak niet helder uit zijn woorden kunnen komen. Tralala was een voorbeeld daarvan. Maar nu is het geen tralala, nu is het wartaal. Maar wartaal zou wel eens waar taal kunnen zijn. En dat wringt hem de schoen voor Suriname. Want het volk voelt zich bedrogen en bedreigd. Terwijl de overheid, die ons zou moeten beschermen, helemaal niet reageert. Dat vind ik een van de meest vreemde zaken die er zijn. En daarom moet het gezegd worden, zodat deze video voor de komende 100 jaar bewaard kan blijven als bewijs dat wij het tenminste gezien hebben en gezegd hebben. Wie horen wil, die hoort omdat je oren hebt. Paramaribo groet u. Suriname, unite. Blijf denken en laat die angst los, want als je angstig bent, gevangen bent van de angst, dan kan je niks. Angst verlamt. Tot later, Suriname Unite.